en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op Kefrijd. De enige echte natuurlijk. Nou, waar zijn we nou weer beland? Ja, ik weet het ook niet. Ik ken wel zo'n best. Wat de fuck doen we hier? Ja, gisteren waren we nog in Europa Park en nu zitten we hier. Ja. Wat een downgrade. Wat een downgrade, ja. We zijn in Best en ja, staat hier kermis. De goedkoopste kermis van Nederland. En ja, we gaan eens even kijken wat we hier een beetje kunnen doen. Want de laatste tijd merken we wel dat we iets minder kermisattractie aan kunnen ofzo. Ja, ik weet niet of het komt omdat we ouder worden of weet ik veel wat, maar ik ga het niet meer halen joh. Ja, misschien is het omdraaien en toestanden. Misschien is dat het, of we zijn het niet te veel gewend. We komen niet heel vaak op een kermis. Dus ja, we gaan dit jaar wel een paar kermisjes doen. Maar onder best en ja, lekker goedkoop. Dus dat is altijd mooi, ja. Ja. Veel te veel geld uitgegeven in Europa Park, dus we kunnen dat wel gebruiken. Ja. De eerste attractie is al gelijk de reactor. Ah, die sla ik nog even over, denk ik. Ja, ik heb net McDonald's gegeten. Als ik ernaast ga, komt die Mackie eruit. Klopt, ja. Ja, mensen, staat hier wel een coaster credit. Heb je deze al? Nee, die heb ik nog niet. Oei. Dus die wil ik... Jij hebt hem wel. Ja, deze, ik heb hem nog nooit gedaan. Ja, het is eigenlijk gewoon een ridderstrijd, hè, in Hellendoorn. Ja. Hier hebben ze hem 2 dagen opgebouwd. Ja, hier hebben ze hem 2 dagen opgebouwd. Hellendoorn moest er een paar jaar over doen. Maar ja, wel leuk. Echt altijd wel op een kermis staat wel een wilde muisachtbaan. Maar hé, hey, als je alle coaster credits wil hebben, moet je hem meepakken. Ja jongens, waar Hellendoorn jaren over heeft gedaan, deze stond van hun dag. En ik hoop dat we niet misselijk worden. We hebben net McDonald's gegeven, een klein beetje ook, het hele menu. Oh, dat ding valt uit elkaar. En zo. En in Nederland zag je dit nog niet. Dus ik ben benieuwd hoe die is. En ik ben benieuwd of we niet misselijk gaan worden. Ik denk het wel. Nou mensen, zitten we dan op de aviator. Ik denk dat we misselijk verleden gaan worden. En die boven is zo kut hoor. Echt kut. Echt heel kut. Ook mijn ademhalen in dit ding. We welcome you to the aviator. The pilot test center. Look out for low flying test pilots. Close your safety line. Ik ben een beetje bang dat ik hier misselijk in ga worden, omdat ik continu omdraai. Fuck. Ik vind het nu al niet leuk. Ah! Kijk wat genieten. Oh ja. Ja, juist. Oei. Oh. Is hier een stuk voor langs geweest? Oh.
nieuwe op de kermis, de Energizer. Ik heb hem stiekem al een keertje gedaan in Rotterdam. Vond ik hem een beetje moi. Maar toen was hij net nieuw en nu is hij al een paar maanden oud. Dus hopelijk weet ze een beetje te draaien. En is hij wel goed. We kunnen zo even een kijkje nemen. Als je het allemaal aan kan. Waar zitten we dan? Ben je bang dat je misselijk wordt in deze? Ah. Ik weet het niet. In Rotterdam draaide die niet zo heftig. Maar misschien nu wel. We gaan het zien. En als die nou niks is, jongens, dan... Oh ja! Ai, ai, ai. Oei, 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 oei. Komt hij dan weer naast me? Oh. Oh ja. Hij draait nog een beetje zwakjes. Oh jongens, de McDonald's komt omhoog. Wil missen het hier dan? Nee hoor. Wat kun je? Hij doet niet zoveel. Nee. Het lijkt heftiger van buiten dan als je erin zit. Maar vorige keer ook, maar misschien dat er nog iets leuks aan komt. Oh ja, we gaan de andere zijde. Die andere zijde, lieve dan. Oh, ja. Hop, gas erop! Gas erin, mijn jongen! Oh ja, lieve dag! Oei, 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 oei! Ik was hier toch veel te oud voor! Ga je nog halen, Tino? Nee. Zo goed op de tafel ook. Oei. Wat zou er gebeuren als je kotst in deze attractie? Waar zou het naartoe gaan? Ja, overal. Dit was hem al. Ook nog door even wat rustig eraan, zodat jullie erbij kunnen komen. Oh, dankjewel. Even rustig aan, erbij komen. Ik vond het netjes van hem hoor. Het is vandaag 30 graden jongens, 30 graden. Ik ben helemaal geen fan van dit soort temperaturen. Maar in attracties is het wel lekker. Een beetje uitwaaien. Een beetje rusten. Even rusten. Oh shit. Dat was de Energizer alweer. Energizer, ja, ik vond hem in Rotterdam hetzelfde. Ik heb in Rotterdam niet gevlogd destijds. Maar het is een beetje, ja, hoe leg je dat uit? Ik vond het niet heel spectaculair, maar voornamelijk oncomfortabel. Ja. Kant op de schut en zo, ja, mij niet wel. Maar ja, dat is inderdaad wat jij zegt. Heel veel kermisattracties hebben zo'n stang, weet je wel, waar je tussen je benen zit. En als man zijnde kan er wel eens vervelend zijn. En dat is bij best wel veel attracties. Dus aan het einde van de dag hebben wij geen ballen meer over. Ja, hij ziet daarentegen wel heel indrukwekkend uit. Maar ja, ik dacht het is een beetje vergelijkbaar met een soort soundmachine. Maar dan is de soundmachine beter. Maar ja, die is niet meer op de Nederlandse kermis. Maar als er één attractie is die ik oversla, dan is het deze. Mij niet bellen. Oei, ik ben al zo misselijk in dit soort apparaten.
Waarom? Ik heb geen idee, want je kan mij overal inzetten, maar als je mij hier inzet, ik denk dat een combinatie van misschien draaien en slinger of zo. Ik heb geen idee, maar ik word altijd kostmisselijk hierin. Dus ja, ik sla ze ook eigenlijk bijna altijd over, want ik vind het zonde om misselijk te zijn op de kermis. Nou ja. Word jij misselijk hierin? Nee. Nee. Ik ben misselijk, maar. Want dit vind ik niet leuk. 1, 2, 3. Ik wil eine Coaster Credit. 1, 2, 3. Ik wil eine Coaster Credit. 1, 2, 3. En dan ben ik er wel erbij. 2, 3 en een bekerpunt erbij. Ja. Mensen, don't forget de Apple coasters. Er staat hier gewoon nog een coaster credit. Ja, de laatste tijd proberen we gewoon nieuwe coaster credits ook op kermissen te pakken. Dat deden we eigenlijk nooit. Kijk, het is natuurlijk ook heel sneu om als volwassenen hierin te gaan. Maar hey, het is wel een coaster credit, Gino. Je hebt zelfs die in België gedaan. Ja, klopt. Ja. Ook zo kansloos. Ja, hij kost 1,50 euro. Dus ja, wat is nou 1,50 euro, hè? We hebben hem echt laatst nog gedaan in de Waarbeek. Ja. En dan doen we deze er ook even lekker bij. Nou jongens, we zitten erin, hoor. Alles voor de coaster credits. Alles voor de coaster credits. Ja. Het is niet eens een Big Apple. Het is een Mad Elephant. Ik kan me nog herinneren, als jullie de Waarbeek video gezien hebben. Fijn dat ik had. Ik had letterlijk echt zonder grappen dagen daarna nog blauwe plekken op mijn armen en mijn benen zitten. Omdat die best wel onsoepel is. Tenminste, niet onsoepel, maar je wordt echt heel hard door die laatste bocht hier getrokken. Je hebt eigenlijk maar één spectaculaire bochtje met een afdalingje. Maar als je achteraan zit, zoals wij nu, dan word je daar zo hard doorheen getrokken dat je helemaal van het ene naar de andere kant van het bakje schuift. Ja, en dat is niet heel soepel. Een beetje pijnlijk, laat ik zo zeggen. Nou, here we go. 1, 2, 3. Einde coaster credit. Hij gaat niet halen. Plus 1. Plus 1, ja, plus 1. Gewoon 2 coaster credits gescoord vandaag. We zijn op coaster hunt. 230ste van mij. 230, hoor het ding. Ik ga een bordje maken zo. Ja. Ja. Hashtag 230. Oh, ik ben benieuwd of deze pijnlijk gaat zijn. Oh, dit gaat pijnlijk zijn. Ja, maar die bocht, jongen, je vliegt er helemaal uit. We gaan even een demonstratie doen van Gino hoe hij door het bakje heen vliegt. Je zit helemaal los. Nee, je zit helemaal los, je vliegt eruit zo meteen. Het is echt heftiger dan je denkt. Hij gaat gewoon. Oh, wat vrij, man. Oh ja. En dat voor 1,50 euro. Ja, echt zo. 50 cent per ritje. Ja. Nou jongens, dat zijn 4 blauwe plekken. Er komen er nou nog 2 bij. Zitten we op Sas. Sas. Goed zo. Achteruit omrijden. Oh nee, dat gaat hier. Nou, mensen met rugklachten mochten er niet in. Nou, ik heb ze nu gekregen. 6 blauwe plekken verder, Gino. Maar het is wel plus 1. 100. Ja, mensen, dit is dan weer een beetje jammer. De Hulk versus Tans the Beast is gesloten. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de Move It die in België staat. Deze is net iets anders. Move It is ook beter. Maar het is wel ongeveer hetzelfde, maar het is wel een hele leuke attractie, maar ja, helaas gesloten. Ja, ik mis er niks aan, want dit soort apparaten trek ik. Jij wordt kostmisselijk hierin, hè? Ja, misselijk, jij wordt vooral, je gaat die halen. Hoofdspat uit elkaar. Hé, Joe, kun jij nog halen? Ah, nee, ik ga niet meer halen. Hij gaat ook niet meer halen. Wat een hitte, joh. Het is het warm vandaag, 30 graden, en wij gaan hierin. Nou ja, we gaan zo lekker naar huis, vind je niet? Ja, honderd. Cocktails drinken in Toverland. Cocktails drinken in Toverland, kijk, let's go! Ja, en ook nog steeds op de Nederlandse kermis de Power Search. Nou, mij niet Power Searchen. Ja, zo weer een rondje op de kermis gedaan en best. Nou, wij vonden het wel weer best. We hebben het weer gezien. Ja. We hebben wel weer 2 coastercrests bij. Tenminste, ik 1. Ik 2. Jij 1. Ja. Daar doen we het allemaal voor, jongens. Nou, we hebben het even leuk gehad.
Het is vast niet de laatste kermis die we gaan doen, want er komen er nog een paar aan. Maar welke dat zullen zijn, dat zien jullie weer in de volgende video. Ja toch? Ja toch. Duimpje omhoog. Abonneer nog eventjes. En, zeggen we dan altijd... Ja, dat is echt een standaard ding worden dit. Ja, waarschijnlijk wel.